En als je serieus neemt dat je een concert op de Maan zou kunnen geven en je gaat dat onderzoeken, dan is natuurlijk het Philipsstadion best te doen. Een debat waar ik toch wel van genoten heb met Guus Meeuwis. Je gaat er straks een fragment uit laten zien. Waar gaan we naar kijken zo? Ja, Guus zat in zijn eigen Tilburg. Hè? Daar hebben we het opgenomen. Dus hij kwam te voet. En Guus heeft nog steeds natuurlijk het image van een student. Hè? Een jongen die toevallig met een liedje populair is geworden. En dat is natuurlijk uitgegroeid naar megaconcerten in het Philipsstadion. En hij vertelt iets over hoe dat zo groot mocht worden en wat de principes erachter zijn. Ja, laten we het eerst kijken. Niks was te gek. Als je zei, ik wil naar het Philipsstadion, dan ging niemand daarover over twijfelen. Nee. En als je zei, ik wil een concert op de Maan, dan vond ook niemand dat gek. Je moest daar wel natuurlijk de juiste weg naartoe zien te vinden. Het gaat niet zomaar. Maar daar werd heel gedegen en rustig aan gebouwd. Maar het leukste van die club was dat geen enkel idee te gek was. En dat vind ik nog steeds wel een handige uitgangsbasis. En dat hebben we eigenlijk nog steeds wel een beetje in het vaandel staan. Niks is te gek. Altijd de moeite waard om één keer te bellen. En als het niet lukt, lukt het niet. Maar het is nog veel erger om er niks mee te doen met een goed idee. Een heerlijke instelling. Ja, het klinkt weer zo eenvoudig als hij bijna is. Hè? Dat ervoeren we ook in dat gesprek. En er zitten een paar hele interessante aspecten aan, vind ik. Hij heeft het over een club. Dus dat is niet hij alleen. Nee, er zijn gewoon een heel stel mensen die samen praten over wat er allemaal zou kunnen. En als je serieus neemt dat je een concert op de Maan zou kunnen geven en je gaat dat onderzoeken, dan is natuurlijk het Philipsstadion best te doen. Ja. Maar als je begint bij het Philipsstadion, dat is al groot of eng. Ja, dan zal het wel weer kleiner worden. Want wat gebeurt er doorgaans? Gewoon, want dit zien wij als een bijzondere les. Maar zijn wij doorgaans niet in staat om zo te denken? Nou, ik denk dat heel veel andere lessen van bijvoorbeeld topsporters gericht waren op een bepaald doel. Hè, dus die stellen een doel en die werken daar naartoe. En dat kun je dan halen of niet halen. Hier hoorde ik dat er niet één doel was, maar dat er een soort van open ruimte is. Waarbij hij letterlijk zegt, niets is te gek. En als je dat serieus neemt, dat niets is te gek, dan ga je bellen, dan ga je onderzoeken. En dan ga je met een heleboel goede ideeën ergens uitkomen waar je nog nooit bent geweest. Je wordt niet geremd. Nee, en misschien wist hij ook wel dat niet de Maan was. En bedoelt hij dat ook niet letterlijk. Maar als je met die gedachte speelt, ja, dan is het Philipsstadion niet eens zo groot meer. Waarom denk je dat Guus dat fijn vindt? Waarom vindt hij dat fijn? Kijk, het heet het denkgrote debat. Ja. En dat jongensachtige, dat studenticoze, dat heeft toch nog iets te maken met alles kan. Ja. De wereld ligt open, niet geremd door ervaringen die vertellen dat niet kan. En als je dat houdt, dat jeugdige elan houdt, dan is iets wat heel klein is, kan groot worden. En andersom, want in zijn liedjes kan hij dat soms, en dat is gebeurd ook weer in dat debat, zo klein maken en zo raken, dat je ook weer met duizenden mensen kippenvel kunt krijgen van die paar zinnen die daar gezongen worden. Blijft het eigenlijk het omarmen van het jongetje in je, of het meisje in je eigenlijk? Ja. Gewoon die waarvoor niks te gek is eigenlijk. Waarvoor niks te gek is, maar dan wel manifest maken. Je ziet ook bij sommige jeugdigheid dat het blijft bij mooie ideeën. En de volgende dag weer een mooi idee. Nee, dat mooie idee heeft hij vastgepakt. Daar zit ook natuurlijk risico, ondernemerschap, goede mensen verzamelen, fouten maken, problemen krijgen. Dat hoort er allemaal bij. Maar de combinatie van de jeugdigheid en die volwassenheid, dat groter denken en klein denken tegelijk, dat maakt dat er een bijzondere les te leren was. Welke gekke dromen, gekke gedachten heb jij gehad toen je wegreed bij dat debat? Ik denk dat ik het meest geraakt was door studenten die daar waren, die gericht waren op hun muziek, op hun optredens en droomden van een groter podium. Dat het bespreekbaar maken van dat fenomeen, het zo gek mogelijk mogen denken, een openheid gaf die ik fantastisch vond voor de studenten, maar mij ook weer een nieuwe vrijheid gaf van ja, wat kan er eigenlijk mislukken als je blijft denken dat je alles mag uitproberen. Ik heb er zin in het leven als je zo hoort praten. Ja, ja. Nou, ja, mooi. Ik denk.